En dan was ze dan op het stadskantoor, Liesbeth Grashof, met handtekeningen van de bewoners. Liesbeth, wat is het verhaal? Het verhaal is dat we natuurlijk achter het hekwerk zitten in een reservaat, totaal achter het ijzeren gordijn. En daar willen we vanaf. Leg even precies uit waar we het over hebben. We hebben het over de Harreweg, de afsluiting naar de Slimme Watering. En die is gewoon hermetisch door een heras hekwerk afgesloten met grote hangsloten. Hoe moeten wij erin en eruit? Dus lukt niet. Er is gewoon een hele totale afsluiting. Noodverkeer, dat zou via een noodweg moeten, maar dan moeten ze eerst een sleutel van een enorme sleutelbos afhalen, de hekken openritsen. Nou, voordat ze bij de patiënt zijn, is die al overleden. Ja. Eventjes geografisch gezien, jullie komen naar de Tremulus toe rijden. Waar begint de ellende dan? Nou ja, bij de Tremulus al. Voor de Tremulus, het begint al bij de ingang van de velden en bij de kasteelweg. Ja. Maar goed, er zijn ook mensen bij die zeggen, openbaar vervoer. Is daar nog iets van mogelijk? Jawel. Nee, de bus rijdt. Echt. Dat gaat helemaal prima. Die rijdt gewoon over het traject waar wij niet overheen mogen. Ja. Dus dat gaat perfect. Dan heb je handtekeningen opgehaald. En die ben je net komen aanbieden bij de wethouder, Erging. En die zei tot onze grote verrassing, ik geef geen commentaar. Nou ja, dat is al best. Want er valt ook weinig commentaar te geven. Hij geeft niks toe nog en hij zegt ook niets toe nog. Er worden wel een paar mogelijkheden nu bekeken die we hebben aangedragen. Dus dat is al meer dan niets. Maar ja, ik heb al gezegd, we laten het hier niet bij zitten. Als dit niet nee wordt, dan gaan we gewoon andere stappen ondernemen. Want dit kan gewoon niet. Wat is met name het grootste probleem voor de bewoners? De leveranciers, dat is natuurlijk een heel groot probleem. De bedrijven die daar zitten moeten aanleveren. Er zijn een paar kleine zelfstandige ondernemers, waaronder een zuivelverkooppuntje. Er is een kapsalon, er is een hondentrimsalon die gewoon nagenoeg brodeloos zijn. Want driekwart van hun klantenbestand komt uit Schiedam. Ja. Dus ja, die mensen komen niet meer. Ik bedoel, als jij net je haren voor €120 hebt laten doen, dan ga jij niet door storm en wind terug naar huis. Dan pak je een kapper dichtbij. En je gaat ook niet met een Sint-Bernard achterop op je fiets rijden naar de hondentrimster. Pak je ook een trimster dichterbij. Ja, ook problemen voor Odette op de Woudweg. Want daar heeft ze een kapsalon. Wat is nou precies het probleem, Odette, voor jou? Mijn klanten kunnen eigenlijk vanuit Schiedam niet meer naar de kapsalon komen. En ja, er is een mogelijkheid en dat is 20 à 25 minuten omrijden. Maar ik noem dat eigenlijk zelf geen optie, want mensen gaan dat niet doen. En nu is het zomer en dat gaat prima. Dan kunnen de mensen op de fiets komen, maar ja, we gaan naar de winter. Het duurt tot eind februari, dus ik ben bang dat ik daar heel veel klanten mee kwijtraak. Wat betreft de voorlichting, heb je de indruk dat je beter voorgelicht had kunnen worden? Zeker, want wij hebben helemaal geen brief ontvangen. Ik zag een week van tevoren de borden staan en that's it. En ik kan mijn klanten, heb ik natuurlijk allemaal berichten gestuurd van de kant van Schiedam is dicht. Maar ja, er moet eigenlijk gewoon een vervangende weg komen, want dit is gewoon niet te doen zo lang. Bewoner Jan van Boon, ook meegeweest naar boven bij de wethouder. Wat voor gevoel had u bij dat gesprek? Dat de wethouder wel serieus is, maar met zijn rug tegen de muur staat en dat wij niets bereiken. Wat is in uw optiek een oplossing eventueel? Het fietspad van de Harreweg naar de Groeneweg, net voorbij de Woudweg legt dat. Dat is een breed fietspad, er hoeft niemand wat aan te doen. Daar kan gewoon het autoverkeer overheen uit het gebied.